Dus we hadden het dus over de MMA-wereld. Ik zeg ik van, neem eens een gokje en ga de MMA-wereld in. De MMA-wereld heeft dus nu gewoon een hele stijgende lijn. En is gewoon de populairste sport, wat je maar kunt bedenken, qua vechtsport. Wat zo'n stijgende lijn heeft gemaakt, sinds een jaar of twee, drie geleden, dat de Conor McGregor dus in de UFC kwam. Dat is dus een sport, daar kun je dus heel veel geld mee gaan verdienen. Het enige risico is gewoon van, ja, je hebt dus wel veel schade, veel letsel wat je erbij oploopt. Maar ik bedoel van, als je toch voor een uitdaging wil gaan, ga dan die uitdaging aan. Snap je? Je blijft een beetje op het goede pad. Je zorgt een beetje goed voor jezelf. Je eet goed. Een goede levenswijze heb je dan. Je leeft gezond. En ja, iets kunnen we zeggen, je leeft gezond. Je zit mij natuurlijk net ook gewoon een sigaretje rook. Ja, ik rook daar wel een sigaretje. Maar dat is ook het enige wat ik doe. Ik drink alcoholvrij. En ik gebruik geen drugs. Ik ben gewoon eerlijk, ik heb het altijd wel gebruikt. Ook heel erg lang. Dat ik ook heel lang met mezelf in de knoop zat. Maar kijk hier, mijn kruis. God is mijn herder. Ja? En die beschermt mij dus elke dag. Dus dat is dus ook de reden dat ik jullie deze raad meer kan geven. Snap je? Ik heb een hele goede levensles gehad. Ik zeg ook altijd van de derde keer, dat is dus scheepsrecht. En dit is dus mijn derde keer in mijn leven dat ik dus nou dus ook echt op het goede pad ben. Ik heb veel dingen meegemaakt wat ik al heb verteld. Ik heb veel bias gehad. Ik heb een heel lang drugsleven gehad. Ik heb veel geld ermee verdiend. Heel lang in die fucking dikke narcotica wereld gezeten. Mensen, geloof mij, die wereld is fucked up. En het is de duivel. Drugs is ook de duivel. Je krijgt er alleen maar ellende van. Oorlog krijg je ervan. Je doet de mensen verdriet mee om je heen. Dus wat ik zeg, ja, gewoon zoek gewoon iets wat bij je past. En ik zeg altijd, het leven, het is één lange pad wat je maakt. En je komt er van alles tegen, zolang je je maar goed gedraagt. Ik heb ook kleine dingetjes. Zoals, ik begon met het sporten. Ik droeg alleen maar het merk Venom. En mijn Instagram. Waar ik dus, die gebruikte dus ik alleen maar voor het sporten. En ik droeg dus ook alleen maar het merk Venom. Dus op een dag komt dus Venom naar mij toe en stuurt mij dus e-mails of ik dus ook een ambassadeur van hun wil worden. Dus ik ben dus nu ook een ambassadeur van het merk Venom. En waar ik dus eigenlijk naartoe wil gaan, het eerste bruggetje. Mensen, willen jullie bijvoorbeeld die wereld in, dat je wil gaan boksen of je wil gewoon een vers van gaan beoefenen. Je kunt mij ook vragen om tips, tricks. Ik ken de wegen in die wereld. Ik kan je naar de goede mensen toe brengen. Ik kan goede spullen voor je regelen. Stuur mij gewoon een bericht. Je kunt mij contacteren via Instagram, via Facebook. Het staat allemaal in de beschrijving waar je mij dus kunt vinden op Wietse TV. En ja, ik zal de moeite voor doen. Als je nu gewoon echt bijvoorbeeld denkt van ja, die man komt positief over, geef mij een berichtje. Ik ga jou helpen, vriend. 1000% dat ik jou ga helpen, want ik hou ervan om mensen te helpen. Want dat geeft mijzelf ook weer dat kleine beetje geluk terug. Snap je? Dat was dus eigenlijk even een onderwerp waar ik dus vanavond over heb. Mensen, geef er geen geld aan en die vieze drugs. Koop gewoon lekker eten, koop mooie kleren voor jezelf. Koop leuke dingen voor een ander. Voor je vriend of vriendin. Snap je? Doe leuke dingen met je geld. Maar in je levensles, blijf uit die vieze teringwereld weg. Dat is één ding wat ik jullie beloof en wat ik jullie zeg. En dit is mijn levensles. Jongens en meisjes, dames en heren. Ik ben Wietse van Wietse TV. En ik wens jullie nog een hele fijne avond. Ik zeg los ballos en laat ze niet van los.